ben je weer blij mee natuurlijk. Ja, en moet de kop eraf of eraan blijven? Eraan. Als hij eraf is, kijk hem er niet meer aan. Hè? Nee. Hoi. Nee. Ik kan heel veel, maar dat lukt me nog niet. Leon, ik ga je toch wel vragen hoor. Je staat er toch? En van alle donderdagen van 2019 is dit toch wel de rustigste ooit? Dat valt op zich helemaal mee hoor. Ja? Ja. Het is nu een beetje een rare tijd ook natuurlijk. Ja, we hadden het heel dag regen verwacht, maar het was tussen 12 en 3 toch wel redelijk begonnen terug. Kijk ook aan de vitrines in, er zit redelijk wat kaart in. Toch wel, ja. Maar ja, natuurlijk in de zomer dan staan jullie er wel bekend om hoeveel bakjes kibbeling er hier wel niet doorheen gaat. Dat zijn er veel. Heel veel, ja, dat klopt. En maar Leon, hoe lang werk jij dan eigenlijk al bij deze krant? Rond de 25 jaar. Dat is ook al best wel lang, hè? Jij bent van oorsprong ook een Middelburger, toch? Ik ben een Middelburger, ja. Oorspronkelijk van Sint-Laurens. Maar je basis natuurlijk, die is... Dat toch een Morgendam. Ja, en die komt al... Hoe lang staan wij al met zijn kraam op de markt? Volgens mij 42 of 43 jaar. En dan elke keer van Monnikendam naar hier? Ja. Dat is toch echt wel een... Dat is echt wel een ding. En heb jij nog steeds naar je zin of 25 jaar? Prachtig, ja? Zin. Ja. Leuk, hè, Mark. Maar jij staat bijna altijd van... Ik zat in de verse viskant. Alleen nog maanden geleden sta ik bij de herbakvis. Hey, wat zijn nou de toppers? Wel, alle visjes zijn lekker natuurlijk, maar wat verkoop jij nou? Kabeljauwpunten zijn erg topper. Kabeljauwhaasjes zijn topper, zalmvisjes zijn topper. En dat zijn een beetje de echte hardlopers. En natuurlijk de herbakvis en de haring. En wat is je duurste vis? Dat wil ik ook altijd weten. Tonijn. Verse tonijn. Is dat de duurste? Ja. En wat is jouw lievelings? Ik lust graag een tong. Sliptong of een middeltong, maar die zijn er op de niet meer. Een sliptong vind ik wel erg. Wat? Oh ja? Moet ik dan ook eens aan hem vragen? Een biertje. Maar die verkoop je toch niet? Nee, biertjes verkopen we. Wat ga je kopen? Lekker. Ben jij vaste klant? En eet je veel vis? Nee, biertje. Dus het is eigenlijk een gelukstreffer. Gelukkigste, ja. Maak je niet zo vaak mee, hè, maar je het wilt er niet. Nou ja, ik zie je redelijk vaak het wild, maar bij de viskraam. Het is voor het eerst dat je daar spreekt met mij. Ben je ook vaste klant hier, of niet? Ja, dat wel. Ja? Zijn jullie wekelijks? Wekelijks, ja. Ja, wat dacht je? Kijk, hier zo. Die, ja, die eet alleen maar krijgt zo. Krijgt die ook, ja? Ja, dat is een duur hondje. Dat is alleen maar goed hondje. Dat is wel een duur hondje. Hij is ook goed aan het snuffelen nu, hè? Ja, maar dat is ook goed voor de vracht, hè. Ja, maar serieus, krijgt de hond vis te eten? Die krijgt op zalm, ja. Ik dacht dat echt voor katten was. Nee, tonijn, dat vindt ze maar niks, maar zalm... Maar ik heb ook net uit Betrouwbare Bron dat de duurste vis die hier is dat is tonijn. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed, toch? Ja, dat is alleen maar beter. Want ja. De lijn is duurder, maar ze moet het echt niet hebben. En wat is jouw favoriete vis? Ik ben weer aan de paling. Dat vind ik ook wel erg lekker. Erg lekker, hè? Ja, dat is wel lekker. Hou ik ook van. Het is misschien wel een verboden visje, maar ze zijn... Ja, verboden niet, maar het is... Ze zijn er weer genoeg. Ja, ze liggen er ook mooi bij. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk, hè? Hartelijk bedankt weer.